Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Hoi kids! Meester Arch heeft weer nieuwe workouts voor jullie. Let op! In de fitnesswereld noemen we dit een Tabata workout. Dit betekent dat we 4 minuten in totaal werken, 7 of 8 oefeningen in totaal uitvoeren en keihard gaan knallen. De bedoeling is dat je 20 seconden werkt en 10 seconden rust neemt. Zodra je alle oefeningen hebt herhaald, begint de workout opnieuw. We doen de workout in totaal 2 en soms 3 rondes afhankelijk van de workout. Maar geen zorgen, Meester Arch doet de gehele workout met jullie mee. En soms heeft Meester Arch zelfs een gast die met hem meedoet. Wat heb je nodig? Een handdoek, water en genoeg beweegruimte. Voor we beginnen aan de workout gaan we eerst goed opwarmen. Volg Meester Arch. Nu we lekker warm zijn, kunnen we aan de workout beginnen. Volg Meester Arch. Veel succes, je kan het. De workout begint in 3, 2, 1, go!
Elke workout heeft een cooling down nodig. Ook om te voorkomen dat je geblesseerd raakt of stijve spieren krijgt. De cooling down houden we simpel. We doen een paar ademhalingsoefeningen en rekken onze hamstring en kuiten goed op. Volg meester Arch. Goed gedaan, kids! Wij kijken uit naar de volgende digitale les. Jullie hebben top gedaan. Groetjes van meester Art. Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan!